De politie in Amsterdam gaat staken omdat agenten moeten blijven doorwerken tot 67 jaar en 3 maanden. Op die leeftijd achter de boeven aan, gaat dat nog wel lukken? Waarom voeren jullie actie? Kun je dat kort uitleggen? Wij voeren actie voor een beter pensioen. In het verleden mochten wij niet langer werken tot ons 60ste. Dat was niet voor niks, dat was om gezondheidsredenen. Ja. Zwaarte van het werk, onregelmatige diensten. En nu is het 67 en, is het 67 geworden en 3 maanden. En dat, ja, dat gaat gewoon niet. Ik zie het om me heen, die collega's die al over die drempel van 60 heen zijn. Die trekken dat niet. Is het efficiënt om iemand van 67 bij de politie te laten werken, terwijl je voor hetzelfde geld van die ene collega 2 jonkies van 18 binnen kan laten stromen en het echte politiewerk gaat dus laten doen? Wat je beleven. Nodig hebt is gewoon meer jongeren, meer collega's. En dat is de manier om te voorkomen dat jullie straks tot je 67ste en nog langer moeten doorwerken. Ja, zeker als je naar een efficiëntere politie wil, dan denk ik dat het niet efficiënt is als je zegt we gaan richting een bejaard korps en we laten de jongere nieuwe collega's laten we buiten staan. De oplossing is heel makkelijk. Agenten laten doorwerken tot 67 en nog langer, dat gaat echt niet lukken. Maar nieuwe collega's, jonge mensen opleiden, dat is de oplossing. En dat is de taak voor de minister en voor de Tweede Kamer.